Renault Antwerpen. De auto's van stad. De handbikes worden naar buiten gebracht bij Rivarte. Dat gebeurde wel vaker de afgelopen weken. Want voor de 10 miles hebben ze hier goed getraind. Gaan we vertrekken, jongens? Volg de kapitein. Kom. Zondag zullen ze met 8 zijn die samen het parcours optrekken. Het doet wel iets als er wat publiek zal staan. En je kunt dan fietsen. Met je kameraden. Gaat leuk zijn. Mark verloor een been bij een verkeersongeval. Net als de anderen volgt hij een zware revalidatie. Het was altijd hier binnen, in het centrum. Dat ze nu zelf naar buiten kunnen trekken met de handbike is voor deze mensen al een overwinning op zich. Dat is een fantastisch gevoel. Het gevoel om buiten toch wat snelheid te kunnen maken, dat is onbeschrijfelijk. Dat daar nu nog eens de 10 miles bij komen nu zondag is voor hen een echte droom die uitkomt. Er zullen er zijn die waarschijnlijk proberen heel snel te gaan en er zullen er een groot deel zijn die er enorm van gaan genieten om in groep dat parcours af te leggen. Dus dat zal ieder voor zich een beetje zijn wat dat je ervan wilt maken. Wij gaan ervan genieten in ieder geval. Voor mij persoonlijk zal het de finale zijn van mijn revalidatie. Het resultaat van een jaar werken met het kinesistenteam en met artsen in de verpleging. Voor anderen die zullen nog een beetje moeten doorgaan. Maar het zal in ieder geval een feestje worden na de aankomst.